We zijn hier vandaag in het Campus Sunparks te Mol, waar gisteren de finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Tijd om ze even beter te leren kennen. Naast mij zit Alexandre. Dag Alexandre. Dag Matthias. Hoe gaat het met u? Goed, en met u? Goed, dank u wel, dank u wel. Hoe heb je het afgelopen weekend reeds ervaren? Het was tof. Allemaal leuke ervaring, nieuwe mensen leren kennen. Allemaal leuke activiteiten. Oké, perfect. De mensen willen natuurlijk weten wie is Alexandre en waarom doet hij mee aan een verkiezing zoals Mr. Gay Belgium. Dus vertel eens kort een beetje over jezelf. Zoals jullie het al weten ondertussen, ik ben Alexandre. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Brussel. Ik doe mee aan het avontuur omdat ik vind het als belangrijk dat homoseksuelen ook kinderen kunnen krijgen. En dus ja, ik wil dat er verandering komt. Dat dat gemakkelijker is voor adoptie en ook voor in de wet. Dat er een wet over gemaakt dat voor me, in verband met de draagmoeders. Dus jij hebt een specifieke kinderwens? Ja, inderdaad. Van hoeveel kindjes droom je? 1 of 2, hangt af. Ik weet het nog niet echt precies, maar met de tijd. Ja, je bent natuurlijk nog heel jong, hè? Ja, Heb je daarnaast bepaalde hobby's, bepaalde dingen die je graag doet in het leven? Ik ga graag soms films gaan zien in de cinema. Ik ga af en toe met de fiets toertjes doen. En voor de rest, veel werk met mijn brasserie. Ja, want je hebt een eigen zaak, hè? Ja, inderdaad, ik heb mijn eigen zaak. Denk je dat het te combineren valt met Mr. Gay de komende 4 maand? Ja, perfect. Het is perfect al gepland. Ik ben er klaar voor het avontuur. Oké, top. Kijk er naar uit wat je allemaal gaat doen de komende maanden. Ik wens je heel veel succes. Ik ben benieuwd waar je zult eindigen op 23 mei. Veel succes, Alexander.